allemaal, welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn zoals altijd, Roderick en Karen, Karen en Roderick, ja dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 12 juli 2024 en het is nu bijna 3:45 in de middag, zoals je kan zien op mijn horloge. En wij staan hier in de garage. In de garage. Wat? 2 euro! Jee, je bent rijk! En wat zeggen we dan? Heel veel? Kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Dankjewel, jij ook. Heel veel kijkplezier. Dankjewel. Kijk eens hoe mooi kleur auto dit is, hè? Oh. Dit zie je ook echt niet vaak. Deze kleur. Hij is heel gaaf, hij is heel dik. Met hier mooi carbon. Heel gaaf. Turbootje nog, hè? Kikken. Heel mooi. Mooie voorkant. Oh. Heel gaaf dit. Hele mooie kleur. Gaaf. Complimenten, zeg maar. Dit is ook heel gaaf. Hij is heel mooi. Wauw. Ja. Echt een topport. Heeft hij goed gedaan. Dus als je mocht je deze video zien, mooi kleurauto. Maar volgens mij is het een wrap, wrap. Maar als ik het fout heb, let me know. Yes, let me know. Ik ga nu achterover aan. Ja, dat dus. Lekker kakies, cookies. En eens even kijken waar Roa uit hangt. Geen idee waar die uit hangt. Jee, en ik ben hier ergens, want ik wil spinazie à la crème als die nog hebben. Denk het niet. Gehakte spinazie, nee, die hoef ik niet. Gehakte spinazie, nee, die zijn op. Dat is jammer. Dat is echt jammer. Ik had er echt gewoon zin in, zeg maar. Maar nee, hebben ze niet vandaag. Dus dan heb ik pech. Onderweg pizza, ook lekker. Heb ik daar zin in? Ja, ook wel eigenlijk. Maar ik ga wat anders eten. Maar wat weet ik nog niet. Nee. En ik ga er al even opsnorren. Ook weer leuke spulletjes. Grappig. En Rodi loopt hier op deze pad. Papa. Ik heb gewoon zin in kakies. Lekker, cookies. Dit is bron van vezels. Tar met volkoren tarwemeel en tarwebloem. Ja, joh, kijk gewoon. En hebben we hier volkoren met volkoren tarwemeel en bron van vezels. Ja, joh, kijk gewoon. En hebben we hier de crunchy. Ja, de crunchy origineel met knappige havervlokken. Ja, kregen we. Ja, om dus je groentjes of wat dan ook. Krijg je hem wel weer voor elkaar? Kom hier. Krijg je hem? Nee. Ja. Voor een tientje? Oh nee, niet. Lunt 6 en 6 euro. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, dat is. Dus dat. Wat moet je nog meer hebben? Ik ga even bij de maaltijden kijken. Ja. En die naast de hamburger is 4 euro. Oké. Kijk, een leuke smoothie maken. Ja, en dan moet je ook batterij erin doen. Een beetje onnodig. Batterij, auw. Een beetje onnodig, een batterij. Sorry? Ja, dat dus. Dan kun je beter gewoon nog lekker op stroom doen, toch? Met je USB-aansluiting. Ja, zeker weten. Oh, normaal. Als je aan de computer zit. Gewoon dat ding ernaar. Ja, maar de koekoek jij. Ja, maar de koekoek jij. Wat? Maar de koekoek jij. Wat nou koekoek? Ja, ik snap jou wel. Ik neem gewoon een stekker met heel veel USB-poorten. Ja, helemaal goed. Zoals deze. Ja. Heel veel poorten. Kun je alles erin doen. Ja, helemaal goed. Best. Snel. Ja, best. Hé. Hey. Het gember. 2 euro. Ik zeg maar eens toe. Hey. Ja.
Wel, en wel weer een mooie fles. Dat dan weer wel. Wel weer een mooie fles zo. We gaan gewoon proeven. We gaan gewoon proeven. Koud zetten met ijsblokjes. Wat zeg je nou? Koud zetten en met ijsblokjes. Ja, is goed, wat jij wil. Best. Totale aankoop, wat ik dus ga kopen, dat is dus deze. Dat is hier. Heel lekker wat van. Deze. Nou, de koekjes wisten jullie al. Nou, deze, want deze vindt Ro ook lekker. En een lekker bokkie worst. Bokworsten. Lekker man. Heerlijk. Lekker. Top. En Ro die heeft dit. Helemaal goud. Best. Hè? Ik vroeg Ro net wat. En wat vroeg ik aan jou? Je moet een plek noemen. Ja. Want? Om te eten. Ja, maar... Hoe vroeg ik het? Geen idee meer, stel jij maar. Nou, ik vroeg dus aan Ro van, als je mocht kiezen, maar dan wel buitenshuis, een plek wat je fijn vindt om te eten. Ergens om te eten. Nou, en wat zei je toen? Meijendal. Nou, en waar zijn we nu? Meijendal volgens mij. Ja, ja. De hele tijd geleden hier geweest. Ik zou het niet meer zo herkennen, zeg maar. En maar waarom roept dit juist weer fijne herinneringen op? Ja, uit mijn jeugd nog waarschijnlijk. Mm-hmm. Dan hoef je niet naar de kerk, kun je hier naartoe gaan. Oké, nou. Na de kerk hier naartoe. Nou, speelweide. Dan de baan maar lekker gaan lopen. Laat mij maar lekker hier. Hier maar lopen. Kom straks maar aan. Ja, en dan kan je hier ook parkeren, ja. En wij staan nu hier, toch? Okay. Ja. Heel erg. Ik kan ook hier dus parkeren. Ja, oké. Okay. Nou, leuk. Kijk, zo rustig. Maar heel rustig zo. Zo dan. Ja, speelveldje. Ja, dat is wel logisch, hè? In de loop der jaren. Zo'n speelding met glijbaan. Ja. En een wacht. Ja, maar dat is nat. Jo. Dat is lekker. Oh ja, daar let ik niet eens op. Nou. Als je niks hebt te doen en je weet niet waar het is, waar is het? Meijendal. Ja. Was er daar? Speelweide. Leuk man, dit. Ik me herinner van vroeger. Oh, ja. Dat was dat het een... klein paadje was en allemaal bomen en geen grasveld op niet, maar dan meteen een plek om te spelen met daar omheen allemaal bomen. Ja. Dus dit grasveld, dat was er niet, zeg maar. Oké. Of dat de hele speelweide van vroeger weggehaald en dit daar neergezet zou ook kunnen. Ja, of je ouders en die hebben daar altijd geparkeerd. Kunt u dat een soort van van een boomstam gemaakt, een soort auto gemaakt? Ja. Een stuur, dan kon je lekker een beetje zitten, een beetje sturen. Oké. Okay. Dat was mijn favoriet, zeg maar. Ja, oké. Okay. Plus klimmen zelf. Ja, maar weet je wat het is? Alles verandert, hè, in de loop der jaren. En dat is het gewoon, ja, vind ik dan persoonlijk. Ik ben dan wel bijna 37, maar hey. Alles verandert. Echt, gewoon alles. En dat is gewoon... Want vroeger mocht je gewoon alles eten als je zwanger was. Nu mag het niet meer. Net zoals, oh ja, maar die glijbaan is niet meer veilig. Oh, daar mag je niet meer overheen. Oh ja, die brug is niet meer veilig. Daar kan je niet meer overheen. Weet je, alles moet maar vernieuwd worden. Alles, niks meer mag. Ga zo maar door. En dat is gewoon jammer. Maar hey, we zijn nu eventjes op een plek waar Ro het leuk vond vroeger.
En hier wou hij weer even naartoe. Nou, dat mag. Ik rijd er naartoe. Ik vind het heel geweldig om even te rijden. En dat weet Ro. Nou, wat zit hierachter dan? Manege, nog wel? Zo. Hoppa. Ga jij daar maar vast in, jongen. Een stoeltje. Huh? Een stoeltje. Ga jij hier overheen? Ik ga proberen hier overheen te lopen. In de handen. Het kind komt weer naar boven, hoor. Ja, het zit dicht. Hè? Huh? Wel, nee. Je moet eroverheen. 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 Ja, dat kan ook. Dat maakt voor mij nee. Natuurlijk wel. En dan weer opstaan. Oh ja. Ja. Het kind komt weer naar boven, hoor. En hoe ga je en naar beneden? Ik zou de glijbaan Emma niet pakken. Die is nat. Ik zou de glijbaan Emma niet pakken. Die is nat. Kom. Nee, kom. Even, ja, straks misschien. Maar even een beetje kijken. Ja, maar kijken. Dan ga ik je even spelen. Nou, kom. Ik heb eten bij me. Kom. Kijk uit. Je moet andersom, hè? Je moet gaan aftakelen. Kijk je uit dat je nou niet flikkert. Jee! Yeah. Film mij eens als ik dit ga doen. Dit is wel grappig. Moet je wel een beetje meelopen. En kijk, en heel goed in meeloper. Het... En dan moet je wel goed kijken in het schermpje. Het schermpje. Nee, dan niet helemaal meelopen, maar dat, ik maar dat je mij... Ik ga met jou meelopen. Nee, dat je mij dus wel gewoon goed kan zien in het schermpje zo. Vanaf op deze afstand moet je me blijven volgen. En dan als ik ga lopen die kant op, dan moet je ook naar achteren lopen. Ja, maar ik heb je ook een labhatsje, hè? Ik ga ook naar boven. En toen? Hoppa, ik ben lekker slim. Ik ga niet moeilijk lopen doen, hoor. Hoppa. Iedereen en die doet het anders en ik doe het ieder op zijn eigen manier. Ja. Jij hebt jouw manier en ik op de manier. En daar eroverheen. Hier moet ik wel eromheen. Over... Nee, gewoon eroverheen. Constant. Nee. Zeg eens dag naar het vogeltje. Hi. En toen. Niet uitrijden op je nieuwe schoenen. Zo moet dat. Goed zo. Hey. Nou met de camera. Workshop gedaan. Nee, denk het niet. Ja, dat is heel fijn. Doe ik het wel even? Nee. Nee, ik doe het wel even. Kom maar. Wat? Ik doe het maar even op de camera. Wat? Wat ga jij nou weer doen? Met de camera. Dan kunnen we kijken of het ook zien hoe het parcours gaat. Nou, we beginnen dus hier. Hier zo er onderdoor. Daarheen. Hier zo onderdoor en hier weer uppatee naar boven toe. Huppatee, up. En zo. Met dit touw. Huppatee. Zo weer naar beneden. Zo, dat was hem dan. Ja, kijk, het is een beetje steiler. De glijbaan zullen we maar niet doen, het is een beetje vochtig. Beetje vochtig. Nee, een beetje. Moet je kijken hoe vochtig het is. Heel vochtig.
Bah! Daar vind je naar boven bij jou ook, hè? Heerlijk. Oké, okay, nou, Ro gaat deze dus ook doen. Vindt hij leuk? Toch maar niet? Ja, joh. Wat hebben we hier? Ja, als het water is of zo, ja. Oh, dat is leuk. Ja, oké. Okay. Ja. Goed huis, hè? En daarom was die... Ja, nou, kom. Zo, een kuiltje. Beauty, klopt. Ja, echt, hè? Maar ik mag helaas niet komen. Ja, mag wel, maar dan aangelijnd. Nee, ik mag helemaal geen onderkomen. Mag wel, maar dan aangelijnd. Gaat een bordje bij. Mag wel, maar dan aangelijnd. Wat betekent dit bord? Ja, hier, ja. Nodig voor zwart. Ja, precies dat. Met vlag hoor. Dan heb je hier nog een heel mooi restaurant. Dan hebben we hier strand, de Tapuit, activiteitencentrum, duintuin, gele wandelroute. En daar heb je de drinkdingest. En van Dunea, daar. En dan hebben we de blauwe zone. Dan hebben we de pannenkoekenboerderij, parkeerterrein, monkeybos en de witte route. Fietsduin, ja. Om even wijzer te worden. Lekker man. Waar ga jij weer naartoe? Ga jij nou doen dan? Voor je telefoon op te laden. Ja. Dat is wel handig. Daar is het al even te weten. Hé, hey, kind. Oh. Kijk dan. Hi kind. Girlfriend. Hi. 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 Alleen het is nou dicht. Ja. Gefeliciteerd met je duin. Diploma. Oh, geweldig. Heerlijk. Maar het is volgens mij hier nu helemaal dicht. Ja. Duincampus. Tap uit de zoeken. Ja. En dit is dus een hele met kranten. Wat hier allemaal staat met kranten. Geen idee wat. Ik ga het even een beetje filmen. Aan de andere kant, aan de goede kant. Het is nog open zelfs. Hey. Ik vind het even grappig. Allemaal met pannenkoekenhuis, Meijendel tegen de vlakte. Wanneer dit was, weet ik niet. Jeetje. Zie je rood is nu. Nostalgie en traditie typeren Meijendel. Nieuwbouw stoort niemand. Kijk, nou gaan. Knibbelknabbelig knuisje. Wie zit er aan mijn pannenkoekenhuisje? Oh, heerlijk. Klimmen in het monkeybos. Nou, die zitten hier ook dus in de buurt, zoals jullie hebben kunnen zien. Nou, zo heb je nog een dame meer. Ja, dat is grappig hier, ja. Wil je meedoen? Nee. Ja.
stuk te volgen dan? Nee, als je nou een stukje naar mijn kant opkomt. Mijn kant een stukje opkomt. En dan gewoon weer daar op die hoek gaat neerleggen. En even jouw been een beetje naar mij toe haalt. Hallo. Een beetje in het schuin. Nee, schuin. Schuin zitten. Zo, kijk. Kan ik het filmen. Beter. Waar gaat dat niet komen nu? Ik ga de andere kant zetten. Want waar is hij nu? Ja, dan ga je even aan die kant, even kijken wat hij, of hij dan deze kant weer opkomt. Ja, daar bijvoorbeeld, ja. Ja, was lekker. Goed zo. Alsjeblieft. Ik kan zelf ook zo op die manier. Niet doen. Nou, gooi dan. Kaas ook of niet? Kaas ook? Is dat wel. Dat is die kaas. Wat kunnen jullie ver en ver achterom kijken, heel gek. Die is een beetje te dichtbij. Per ongeluk. Nee, dat was ik ook net niet van plan.
ik kan niet gooien, joh. Moeilijk, hè? Nee, ik kan echt niet gooien. Wil je eventjes in kleine plakjes even... Dat maakt even niet uit. Ik kan niet gooien. Iets groter. Jo. Bijna. Mm-hmm. Even wachten als die wil komen. Jo. Kom hier. Lekker naar achteren zitten. Nou, doe me nog maar even een worstje met kaas. Doe je er serieus één? Eén worstje met kaas. Haha, je begrijpt heus wel wat ik bedoel, toch? Even, ik daar. Gewoon een worstje met kaas, punt. Kaas met worst. Daarom dat ik net al zei, hoe jij het maakt, is wel lekker. Waarom pak je het niet? Dat is niet erbij. Is dat zo? Mm-hmm. Is die nou groter dan deze? Ja. Of? Eigenlijk staat het. Deze. Dat is iets groter meestal. Is het zo? Mm-hmm. Meestal wel. Zijn dit nou kraaien of nog kauwen? Dit zijn kraaien. Dat vind ik sympathieker dan kauwen. Ze zijn echt gewoon geaasd op jou, hè? Pak en weg daar op eten. Dus dit is gewoon te dichtbij. Is... straks op hoor, als wij weggaan. Mm-hmm. Zelfs dat is nog en te dichtbij. Hm.
En de kaas en door de helft. En dat ook gewoon en door de helft. Want dat is... Nee. Overal naakslakjes hier. En even die schaapjes filmen en dan nog een beetje inzoomen. Schaapie, waar ben je? Dat zijn de schaapjes natuurlijk niet. Schaapie. Zeker het zwarte schaap van de familie. Deze hebben horens. En dit zijn bokken volgens mij, hè? Bokken? Ik krijg er daar ook zo'n rammetjes. Hou hem maar aan. Een beetje uitzoomen. Niks meer? Nee, geen schaapjes. Ja, daar helemaal op het eind. Ja, dat zijn dezelfde. Nee. Nee. Helemaal op het eind. Ja, dan moet je wel goed kunnen filmen, hè, wat je ziet, wat je doet. Helemaal op het eind. Schaapjes, schaapjes. Daar, ja. Hoppa, dan maar zo. Waar zouden wij nou wezen? Waar zijn we? Waar zouden we nou wezen? Waar? Bij de afdeling vers, ja. Dat zeker, ja. Die schrok even een keer. Oh, wow. Die schrok eens een keer. Heerlijk. Hij schrok eens een keer. Dat vond ik leuk. Er zit heel weinig in. Draadworst. Ja, en voor een uri. Nou, joe zeg. Draadworst voor een euro? Nee, ik bedoel, ja. 4 euro, laat maar. Van 5 euro voor 4 euro. Jee, wat een aanbieding. Een sausje, een euro. 50 cent. Het staat helemaal nergens zo. Wel ja, nou niks in de bak, dus lekker makkelijk. Goedkoop boodschappen doen heet dat toch? Ja, goedkoop boodschappen doen zeg maar. Daar zijn we heel goed in. Goedkoop boodschappen. Ja. Yay. Old Amsterdam, hij is wel leuk. Deze, ik vind hem heel leuk. Hoppa, nou ik ga achter Ro aan. Die loopt weer meters verderop. 1,80, nee, krijg ik ook al niet meer weg. Ik eet heel slecht weer, maar ja, maakt niet uit.
Sorry, ik moest er even uit. Wat is dit dan? Ik zie weer wat nieuws. Ja, het is weer iets nieuws, dus ik ging even kijken. Het ziet er vies uit. Welke? Deze twee? Oh nee. Want waarom? Want dat klinkt wel goed. De jas kunt ook wel. Ja. Van boos. Ja. Maar het is oogskurt. Ja, wat is dat? Ja, maar even iets harder praten. Je hebt ook omgevingsgeluid. Ik heb ook een van oats gemaakt, haver. Ja. Lijkt me niet echt. En het is ook plant-based. Ja, oats. Ja. Handig, man. Weet je, nu met de testbak. Even kijken wat er allemaal in zit. Glutenvrij. Glutenvrij. Snack van gefermenteerde haver met frambozen. Verrijkt met vitamines en mineralen. Ingrediënten: water, glutenvrij havermeel, 8% suiker, frambozenmoes, frambozen, plantaardige olie, koolzaad, raapzaad, gemodificeerd zetmeel, erten, eiwitten, geconcentreerde sap van zwarte wortelen, calcium, aroma's, zout, zuur, regelaar, citroenzuur, vitamines, riboflavine, B12, B2, B12, D2, jodium, startkoolzuur, lacta, nog wat, geen idee, ga zo maar even door, te veel. Ja, ik zet hem weer lekker terug. Hoppa. Ik zet hem weer mooi terug. Zo. Het zal. Dat dus. En dan ga ik weer achteraan. Achterna. Yay. Hi. 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 Kom, kom. 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 Kom maar, Leef. Doe maar. Hi. Ja, lopen. Goed zo. Hoppa. Goed zo. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.